Hallo, ik ben Maaike en in deze keuzehulp kijken we wat verschillende soorten hout zijn die je kunt gebruiken als je iets gaat bouwen in je tuin. Want het hout staat natuurlijk continu buiten en daar moet het wel tegen kunnen natuurlijk. Grofweg kunnen we ons tuinhout onderverdelen in zacht hout en hard hout. Het zacht hout, zoals dit grenen, vuren en douglashout, komt allemaal van naaldbomen. Die groeien sneller dan loofbomen, waardoor het hout een minder dichte structuur heeft dan hard hout. Dit grenenhout heeft onbehandeld een klassieke bruingele kleur en is erg sterk. Maar omdat deze tuinpad de grond ingaat, is hij geïmpregneerd voor een langere levensduur. Je kunt hem dus ook gebruiken bijvoorbeeld om een afrastering neer te zetten. Deze planken zijn van vurenhout dat wat bleker van kleur is. Vuren is er in een behandelde en een onbehandelde variant. Vurenhout dat is geïmpregneerd en gebijtst gaat een stuk langer mee, zeker als je het buiten gebruikt. En dat geldt eigenlijk voor alle houtsoorten. Vurenhouten planken zoals deze kun je uitstekend gebruiken om bijvoorbeeld tuinmeubels van te maken. Dit hout met de typische geelrode kleur is douglas. Onbehandeld heeft het uit zichzelf al een lange levensduur, al zou de kleur langzaam verdwijnen en het hout mooi grijs worden. Gebijtst of geolied douglas gaat zomaar 15 jaar mee en behoudt langer die warme kleur. Je kunt er schuttingen mee maken of andere tuinconstructies die je in gedachten hebt. Hardhout, zoals dit tuinhout, van kastanje, keruing en azobe, heeft een lange levensduur, omdat het van zichzelf al goed is beschermd tegen rot, schimmel en insecten. Al ons tuinhout is trouwens duurzaam verkregen en heeft dan ook het FSC of PEFC keurmerk. Kastanje is een Europees hardhout en heeft een mooie natuurlijke uitstraling. Deze paal kan onbehandeld de grond in en dan heb je de basis voor bijvoorbeeld een mooi hekwerk dat zeker 15 jaar blijft staan. Keruing is een roodbruine hardhoutsoort uit Zuidoost-Azië en heeft net als kastanje onbehandeld een levensduur van zo'n 15 jaar. Een regelmatige behandeling van deze keruingvlondertegels met bijvoorbeeld olie kan de levensduur verdubbelen. Azobe tenslotte heeft een beetje een paarsbruine kleur en is een van de sterkste en meest duurzame houtsoorten die er zijn. Veel zware sluisdeuren zijn hiervan gemaakt, dus dan kun je nagaan dat een beetje grondwater in de tuin nauwelijks effect heeft op dit hout. Het heeft een mooie uitstraling, dus wat je er ook mee maakt, het mag gezien worden. Maar je kan er ook piketpalen mee maken als verdering onder je vlonderterras. Dus nu weet je het verschil tussen de diverse tuinhoutsoorten. Welke je kiest hangt natuurlijk van het soort project af, maar ook van je budget. Hardhout is over het algemeen duurder dan zachthout, maar geïmpregneerd zachthout gaat weer ongeveer even lang mee als onbehandeld hardhout. Daarnaast hangt je keuze ook af van je smaak. Zachthout heeft een wat natuurlijk, rustiek karakter en hardhout een luxere, klassiekere uitstraling. Kijk voordat je kiest ook even naar de beoordelingen van andere gebruikers. En wil je geen keuzehulp of klustip missen? Abonneer je dan op ons kanaal.